Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. We zijn vandaag aan Lucas 16 gekomen, uitzending 200. De vorige keer hebben we drie gelijkenissen besproken. Drie vertellingen die bij elkaar horen. Door de eeuwen heen hebben deze gelijkenissen mensen aangesproken en het hart van God de Vader laten zien. De aanleiding voor de gelijkenissen was niet zo positief. De Fariseeën en Schriftgeleerden hadden kritiek op Jezus omdat hij met zondaars omging. Ze begrepen niet waarom hij met deze mensen sprak en at. De Heer Jezus begint met een vraag. Als men honderd schapen heeft en er dwaalt één af, zou men dat schaap dan niet zoeken? En hij legt uit dat, zoals een herder blij is wanneer het schaap gevonden wordt, er zo blijdschap is bij God in de hemel over elke zondaar die zich bekeert. Een schaap is echt verloren zonder herder en kan uiteindelijk zelf sterven. De Heer Jezus noemt zichzelf niet voor niets de goede herder, die alles inzet om verloren mensen te redden. Met een andere gelijkenis geeft de Heer Jezus een vergelijkbaar beeld. Een vrouw die een geldstuk kwijt is, Zoekt zo lang totdat ze het gevonden heeft. Ze geeft niet op. Opnieuw een prachtig beeld van de moeite die de Heere God wil doen om verloren mensen te redden. En van de blijdschap die hij heeft wanneer de mensen zich tot hem keren. Het laatste verhaal is dat van de verloren zoon die uiteindelijk tot zijn zinnen kwam. Toen hij in grote problemen zat, besloot hij terug te gaan naar zijn vader. God de Vader neemt ook kinderen die van hem zijn weggelopen met liefde en vergeving weer op in zijn gezin. Een geweldige boodschap voor vandaag. God de Vader staat op de uitkijk, wachtend op de terugkeer van verloren kinderen. We gaan beginnen met Lucas 16. Lucas 16 wordt nog een gelijkenis van de Heer Jezus door Lucas weergegeven. Namelijk die van de onrechtvaardige randmeester of beheerder. Met deze gelijkenis richt Jezus zich in het bijzonder tot zijn leerlingen. Maar uit vers 14 blijkt dat ook de Fariseeën meeluisterden. Het verhaal gaat over een rijk man. Bij die rijke man moeten we denken aan een groot grondbezitter. De man woonde kennelijk ergens anders, mogelijk in de stad. Het beheer over zijn bezittingen had hij toevertrouwd aan een beheerder, een randmeester. Deze beheerder was verantwoordelijk voor al de bezittingen van die landeigenaar. Op zekere dag werd de beheerder bij de rijke man aangeklaagd wegens wanbeheer. Daarom lezen we over de onrechtvaardige randmeester. Hij zou de eigendommen van de rijke man verkwist hebben. De gelijkenis is niet altijd goed begrepen. Een van de redenen daarvoor is dat het lijkt alsof de Heere Jezus een oplichter aanbeveelt. Deze gelijkenis gebruikt de Heer een man die de principes van de wereld volgt als voorbeeld. Maar in Johannes 15 versen 18 en 19 staat: als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat hebben. En als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Een kind van God leeft niet volgens de principes van deze wereld. In Galaten 1, vers 4 zegt Paulus, Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. In Romeinen 2, vers 2 zegt hij, En het wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En in 1 Johannes 2 vers 15 staat Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief geeft, is de liefde van de Vader niet in hem. In de wereld staat het eigen ik en het zelfbehoud op de voorgrond. De wet staat vaak aan de kant van de oplichter en crimineel. En ieder wordt, volgens de wet van de wereld, als onschuldig beschouwd totdat hij schuldig is bevonden. Het woord van God benadert dit omgekeerd. God zegt dat de mens schuldig is, tenzij hij onschuldig is bewezen. Lucas 16, vers 1. En hij zei ook tegen zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens die een randmeester had en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. Een beheerder of randmeester is iemand die toezicht heeft over de goederen en bezittingen van een ander. In 1 Korinthe 4 vers 2 lezen we dat een eerste voorwaarde voor een beheerder is dat hij betrouwbaar is. De beheerder in deze gelijkenis wordt beschuldigd van verkwisting van de bezittingen van zijn meester. Het is dus al geen randmeester naar Gods wil. Lucas 16 vers 2 en hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. De landeigenaar neemt de beschuldiging van de verkwisting serieus. Hij laat de man bij zich roepen en vraagt hem of de geruchten kloppen. Verder droeg hij hem op over zijn beheer rekenschap af te leggen. Ten slotte krijgt de beheerder te horen dat hij niet langer raadmeester kan blijven. De eigenaar gaat ervan uit dat de aanklacht terecht is. Het valt op dat de beheerder zich niet verweert tegen de beschuldiging. Het is een aanwijzing dat de beschuldiging juist is. De beheerder wordt ontslagen. De rijke man wil hem niet houden in zijn functie, maar wil hem blijkbaar ook niet veroordelen. De beheerder wordt niet voor het gerecht gedacht en komt ook niet in de gevangenis terecht. Lucas 16, vers 3. En de rentmeester zei bij zichzelf: Wat moet ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet, en voor bedelen schaam ik mij. Toen de beheerder was ontslagen, overlegde hij bij zichzelf wat hem nu te doen stond. Veel mogelijkheden om weer aan de slag te komen had hij niet. De twee opties die hij had, spitten of bedelen, waren voor hem geen oplossing. Voor het spitten was hij niet sterk genoeg, en om te gaan bedelen schaamde hij zich. Want dat werd meestal gedaan door mensen die een beperking hadden. Voor een gezond mens als hij was het een schande. Het laat je lachen als je dit vers leest. De man kan zich dan wel geschaamd hebben om te gaan betelen, maar hij schaamde zich er niet over om te stelen. Helaas zijn er ook nu heel wat van zulke mensen. Lucas 16, vers 4 Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als randmeester, in hun huizen ontvangen. Terwijl de beheerder bij zichzelf overlegde wat hem te doen stond, kreeg hij een idee. Hij zou nog één keer van zijn positie als beheerder gebruik maken. Hij was wel ontslagen, maar zijn ontslag was nog niet openbaar bekendgemaakt. Mogelijk kon hij de schade nog enigszins beperkt houden. Hij had het plan om zichzelf bij de schuldenaars van de rijke man geliefd te maken. En wel zo dat zij hem onderdak zouden geven wanneer hij geen beheerder meer was. Op die manier probeert hij zijn toekomst. Die door zijn ontslag onzeker was geworden, alsnog veilig te stellen. Deze man bekeerde zich niet. Hij had geen spijt of berouw over zijn daden. Deze man was oneerlijk en naar wereldse maatstaven handig. Hij had geen opleiding voor ander werk en hij had zijn leeftijd tegen. Hij was te trots om te bedelen, maar hij schaamde zich er niet voor om oneerlijk te zijn. Lucas 16, versen 5 en 6 En hij riep de schuldenaars van zijn Heer een voor één bij zich, en zei tegen de eerste: Hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei: Honderd vaten olie. En hij zei tegen hem: Neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel vijftig. Om zijn toekomst veilig te stellen, maakt de beheerder een gebaar naar de schuldenaars van zijn heer. Daarom laat gij hen één voor één bij zich komen. Dat wekte geen argwan, omdat hij het was die namens de eigenaar met hen afrekende. Zij waren het gewend. Zij hadden met de beheerder voor de afwikkeling van de schuld een bepaalde regeling getroffen in de vorm van een door hen zelf ondertekende schuldbekentenis. De schuldenaars kwamen niet allemaal tegelijk, maar ieder afzonderlijk. Dat was een handige zet, want daarmee was de geheimhouding verzekerd. Daarnaast gaf je hen daarmee ook het gevoel dat het om een persoonlijke gunst ging, die alleen met de betrokkenen werd gesloten. Dat zij akkoord gingen laat zien dat zij van zijn ontslag nog niet op de hoogte waren. Aan de eerste schuldenaar vraagt de beheerder hoeveel hij aan zijn heer schuldig is. Dat wist gij natuurlijk wel, maar hij wilde het eerst nog eens nadrukkelijk genoemd hebben. Op de vraag van de rentmeester hoeveel hij zijn heer schuldig was, antwoordde de eerste schuldenaar: 100 vaten olie. Mogelijk huurde deze man grond van de eigenaar en betaalde hij hem de huur in de vorm van olie. Het kan ook zijn dat hij als handelaar bepaalde producten had gekocht die hij daarmee nog moest betalen. Die 100 vaten olie zouden dan ongeveer 500 denarien waard zijn geweest. Dat is 500 keer het loon dat een arbeider op één dag verdiende. De beheerder gaf de schuldenaar zijn schuldbekentenis en zei dat hij het getal 100 moest veranderen in 50. Een dergelijke schuldbekentenis was namelijk met de hand geschreven. Daarmee werd de helft van zijn schuld kwijtgescholden. Mogelijk vormden die vijftig vaten olie, waarvoor hij de man nu belaste, de eigenlijke schuld van de man, en waren de andere vijftig vaten een rente waarvan de eigenaar niets wist. Lucas 16, vers 7 Daarna zei hij tegen een ander, En u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei, Honderd zakken tarwe. En hij zei tegen hem, Neem uw schuldbekentenis en schrijf tachtig. Daarna vroeg de randmeester nog aan een andere schuldenaar wat deze de eigenaar schuldig was. Het antwoord van de man luidde: 100 zakken tarwe. Mogelijk gaat het hier ook om een huur die hij nog moest vereffenen, of om een prijs voor gekochte producten die hij nog moest betalen. Met betrekking tot deze schuldenaar volgde de randmeester dezelfde tactiek als bij de vorige. Alleen liet hij hem het getal 100 niet in 50, maar in 80 veranderen. Hij schonk hem niet de helft, maar een vijfde deel van zijn schuld kwijt. Mogelijk waren die twintig maten het loon dat de beheerder zichzelf had toegeëigend. In dat geval rekende hij ook de echte waarde of kostprijs zonder woekerwinst van de beheerder. Lucas 16 vers 8 En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Dit is een schokkende uitspraak. Wie deed die? De Heer van de Beheerder, dus zijn werkgever, de rijke man. Kennelijk werd deze man rijk door dezelfde soort principes te gebruiken als zijn onrechtvaardige Beheerder deed. Hij zegt hem dat hij verstandig was opgetreden. In welk opzicht? Naar de principes van de wereld. Dit is de wereld die Christus haat. Hoeveel voorbeelden zien wij niet vandaag? Wanneer iemand op oneerlijke maar slimme manier iets gedaan krijgt, hoe dikwijls vinden mensen dat niet goed? Het kan ook zijn dat de rijke man het goed vond dat hij de kritieke situatie waarin hij terecht was gekomen zo het hoofd had weten te bieden door af te zien van de woeker die hij had berekend. Maar zoals ik al zei in de vorige verzen, het is mogelijk, niet zeker. Het is en blijft een lastige gelijkenis. Niet op zijn geheel, want straks zullen we zien dat Jezus heel duidelijk is over aardse rijkdom maar wel sommige stukken. Dat mag ons opnieuw leren dat het nooit verstandig is om Bijbelversen als alleenstaand te behandelen, maar dat ze steeds in hun context moeten gezien worden. Lucas 16, vers 9. En ik zeg u: maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. De Heer Jezus doet dat in de vorm van een oproep aan zijn leerlingen. En de overige hoorders. Als kinderen van God moeten zij zich net als de beheerder vrienden maken met behulp van de onrechtvaardige Mammon. Het bijvoeglijk naamwoord onrechtvaardig bij Mammon geeft aan dat deze dingen een mens tot onrechtvaardigheid kunnen verleiden. Zij kunnen voor iemand een afgod worden. En dat is het ook meestal. Gebruiken wij steeds ons geld om er vrienden mee te maken, om er goede zaken mee te doen, of? Ook meestal voor eigen winst. In het laatste geval wordt ons geld een afgod. In het eerste geval kan het meewerken aan onze schat in de hemel. Zo wilde ik eens iemand helpen die in financiële nood zat. In plaats van het te aanvaarden, zei de man tegen mij dat geld een onrechtvaardige mammon was. Hij citeerde dit vers en zei dat hij er wel op vertrouwde dat God een andere manier van helpen zou bedenken. Ik denk dat dit vers. Of deze gelijkenis wel vaker verkeerd wordt gebruikt. Vandaar, nogmaals, laten we het in zijn geheel en passend in het volledige onderwijs van Jezus plaatsen. Lucas 16, versen 10 tot en met 12. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan, wat betreft de onrechtvaardige Mammon, niet trouw bent geweest. Wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Hier wordt deze gelijkenis al wat eenvoudiger, want nu volgen een aantal korte uitspraken van de Heere Jezus die betrekking hebben op het beheer van aardse goederen. Behalve vers 13 komen deze alleen in het evangelie naar Lucas voor. Er bestaat een nauwkeurige samenhang tussen deze woorden van Jezus. En de gelijkenis van de onrechtvaardig beheerder, die eraan vooraf is gegaan. Daarop wijzen vooral de woorden onrechtvaardig en mammon. In deze uitspraken brengt Jezus naar voren dat het er voor een leerling van Hem op aankomt om trouw te zijn in het beheer van dat wat Hem of haar is toevertrouwd. Iemand die zich betrouwbaar toont in het dragen van weinig verantwoordelijkheid, is ook trouw in het hebben van veel verantwoordelijkheid. Het tegenovergestelde van trouw is. Ontrouw, onbetrouwbaar, oneerlijk. Vandaar het andere deel van de uitspraak. Wie niet betrouwbaar is in kleine zaken, kan ook niet vertrouwd worden in grote dingen. Gebruiken wij ons toevertrouwde bezit en geld om ervoor te zorgen dat het woord van de Heere wordt doorgegeven aan hen die dat nodig hebben? In de gelijkenis van de onrechtvaardige beheerder vraagt de Heere Jezus of men denkt dat God hemelse rijkdommen gaat toevertrouwen. Als dat wat hij op aarde heeft gegeven niet op een eerlijke manier gebruikt wordt. Ook van het beheer van geld en bezit moet een mens verantwoording afleggen tegenover zijn of haar schapper. In vers 12 heeft de Heer Jezus nog een andere toepassing. Hij betrekt de gesproken woorden nu op het beheer van het bezit van een ander. Daarmee grijpt de Heer terug op de figuur van de beheerder uit de voorgaande gelijkenis. Ook op dat punt moet iemand betrouwbaar zijn. Zo krijgen de leerlingen van Jezus de vraag te horen dat als ze niet betrouwbaar geweest zijn ten aanzien van andermans bezit, wie zal hen dan het hemelse goed geven dat voor hen als een erfenis is weggelegd? We zijn beheerders van het materiële. We bezitten niets als gelovigen. We zijn God verantwoordingsschuldig voor de manier waarop we zijn goederen gebruiken. Hij zegt dat de mensen van deze wereld wijzer zijn dan de kinderen van het licht in hun beheer. Hoeveel christenen zijn er vandaag slim in het gebruik van de onrechtvaardige mammon, namelijk geld? Gebruiken ze dat om geestelijke rijkdom te vergaren? God zal je verantwoordelijk houden voor het misbruik van de materiële rijkdom. Denk je dat God je hemelse rijkdom gaat toevertrouwen als je niet dat wat hij je op aarde heeft gegeven op een fatsoenlijke manier gebruikt? Omgaan met geld is ook een geestelijke zaak. Lucas 16, vers 13. Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Dit vers vormt de afsluiting van deze korte uitspraken van de Heere Jezus. We komen deze uitspraak van Jezus ook tegen in Matthäus 6, vers 24. Het heeft de vorm van een conclusie. Geen knecht kan twee Heren dienen. In de praktijk zou dat erop neerkomen dat gij van de een meer zou houden dan van de ander en dat gij de een meer toegewijd zou zijn dan de ander. Eigenlijk is het een dubbele waarschuwing. één tegen ontrouw in het dienen van God en één tegen het slaaf worden van de mannen. Het kwam er voor hen op neer in het beheer van geld en goed God met volle overgave te dienen. Dat viel niet goed te combineren met het bijeenbrengen van geld en bezittingen. Wie dienen wij? Velen proberen een combinatie van de twee. Ze willen wel wat Jezus aanbiedt en ook de eeuwige beloning, maar toch willen ze ook wel genieten van alles wat de wereld te bieden heeft. Ken je dat? Tijdens de week alles geven voor de carrière? Geloof past helemaal niet in de planning. Zaterdag is er dan voor de ontspanning, want we hebben toch de ganze week gewerkt. En dan de zondag. Enkel de zondag. Kerk. Sommigen zijn dan nog verbaasd dat ze zo weinig merken van Jezus liefde in hun leven. Nee, dat lukt niet. Velen hebben het geprobeerd. Maar het is zoals deze verzen zeggen: het ene zal uiteindelijk het andere verdrijven. Lucas 16: versen 14 tot en met 17. En al deze dingen hoorden ook de fariseën, die geldzuchtig waren, en zij beschimpten hem. En hij zei tegen hen: U bent het die uw zaal rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan. En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één titel van de wet wegvalt. De Farizeeën voelen zich door de Heer Jezus aangevallen en veroordeeld. Deze verzen zijn nauw verbonden met het voorafgaande. Lucas vertaalt dat ook de Farizeeën gehoord hebben wat Jezus over betrouwbaar zijn en beheer van aardse goederen tegen zijn leerlingen zei. Vooral wat hij zei over het dienen van God en van de mammon was ook voor hun oren bestemd. Lucas geeft dat aan door erop te wijzen dat de Farizeeën als geldzuchtig bekend stonden. Zij probeerden inderdaad het dienen van God en van de mammon te combineren. Zij waren van mening, omdat zij Gods geboden nauwgezet naleefden, dat de Heer hen beloonde met de rijkdom, dat Jezus zijn leerlingen waarschuwt voor het gevaar van het rijk zijn, vonden zij daarom ronduit bespottelijk. Dit bracht hen ertoe over Jezus sarcastische opmerkingen te maken. De Heer kende de harten van de Farizeeën. De Heer kent ook jou en mijn hart. Wij kunnen voor de mensen en voor elkaar wel een masker opzetten, maar niet voor de Heer. Hij doorgrondt en kent ons en weet wat er in ons hart is. Verder zegt Jezus dat wat de mensen zo belangrijk vinden, God daarvan groeit. De fariseeën lieten uitschijnen helemaal vertrouwd te zijn met de wet en de profeten. Dat is de joodse aanduiding voor het Oude Testament. Maar de wet en de profeten gaan tot Johannes de Doper. Met zijn optreden is er een heel nieuwe tijd aangebroken. Sindsdien wordt het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd. De nadruk ligt daarbij op de wervende kracht van de prediking van het evangelie van het koninkrijk van God. De wet en de profeten gaan tot Johannes, zei de Heer Jezus tegen de Farizeeën. Dit kon bij hen het misverstand oproepen dat hij van mening was dat de wet sinds de komst van Johannes niet meer van kracht zou zijn. Om dat te voorkomen liet Jezus er dadelijk het woord uit vers 17 opvolgen. Met nadruk verklaart Gij dat de hemel en de aarde gemakkelijker vergaan dan dat er van de wet één titel verloren zou gaan. Bij de aanduiding de hemel en de aarde grijpt Jezus terug op een paar passages uit het Oude Testament. Beide grootheden, hemel en aarde, zijn het toonbeeld van onwankelbaarheid. Toch zullen zij eerder voorbij gaan dan dat er één titel van de wet ongeldig zou worden. Wat wij nu vertalen met titel gaan ook vertaald worden met letter. Maar het is gedetailleerder. Daarbij moeten we denken aan een haaltje of streepje waardoor bepaalde letters uit het Hebreeuwse alfabet die erg op elkaar leken konden onderscheiden worden. Hemel en aarde gaan gemakkelijker voorbij dan dat ook zelfs maar één haakje of streepje aan een letter van de wet zou wegvallen. Met andere woorden, sinds de komst van het koninkrijk van God heeft zelfs het kleinste onderdeel van de wet nog niets van zijn geldigheid verloren. Lucas 16, vers 18 Ieder die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En ieder die met een vrouw trouwt, die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel. Tegenover de farizeeën wees de Heere Jezus nadrukkelijk op de blijvende geldigheid van de wet. Aan de hand van een voorbeeld maakte de Heere dat duidelijk. Zijn keuze van het voorbeeld wordt mee ingegeven door de praktijk van de fariseeën. Het was Jezus bekend dat zij op het punt van de echtscheiding een voor de man nogal toegefelijk beleid voerden. Zij beriepen zich daarvoor op de ruimte die Mozes in dat opzicht gaf. Van zijn kant stelde Jezus daar nu een heel andere benadering tegenover. Elke man die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt echtbreuk. Hij maakt zich dan schuldig aan overspel tegenover zijn eerste vrouw. Jezus ging daarbij uit van wat er staat in Exodus 20, vers 14, namelijk: U zult niet echt en Deuteronomium 5, vers 18, namelijk: En U zult geen overspel plegen. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren, en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.